Pijum, een plak met zo'n 600 inwenners. Het is net meer een dorp dat elke in elkaar nog kent. Winkels binnen er net meer en dwarpelingen werken intussen vooral buiten de provincie, de Oostlidikoer. Ik neem het nou een Hollandse enclave in Friesland, want ik jij er ooit net bij aan het praten als Nederlands. Dus we hebben een soort vreemde mensen. Ik ken de Pijmers nog net meer. En dus voelen de beide mannen die het veroordelen binnen van het meisje en verspreiden van bennenpono net op. Je wensen. Eerst bij elkaar in en een peri letter naast elkaar. Net één in Pijum had eer in de gaten gehad dat een zo'n 30-jarige inwenner van het dorp een haatrol spelen had in het grootste bennenpono-netwerk in de wereld. Hier achter mij in zijn wenkamer, hier hij meerdere computers stingen. Er zit hij heel vaak achter. Hij kwam eigenlijk nooit naar buiten, sinds de mens kunt zien mij. Bovendien wie hij een specialist op het merk van internet. Bij zijn werkjouwer, een grote provider, stie hij bekend als een echte kenner. Hij kon problemen oplossen die het oren net oplossen konden. Deze man kreeg 4-4 cel en TWS. Zijn boorman van Jan 60 kreeg alleen nog 4-4 cel. Vrouw Volkertsma, die op de buurt wennet, had ze wel gezien. Een jongere man en een wat oudere man. Die oudere man die had wel geholpen met dingen hier, met het gebouw, de kleertemandje en alles. En die jongere die zeiden we eigenlijk nooit. En Pijum even het middelpunt van de vloot. Ja, dat is wel zo. Maar ja, dat, we zijn wel eens vaker het middelpunt. Je gebeurt wel eens vaker wat. Dus ja, dit vind ik heel erg. Dit vind ik gewoon in en in triest. In de hele wereld binnen 300 mensen oppakt van deze bennenpornozaak. In Nederland 5, waarvan 2 in Pijum. Het dorp wil de leven niet meer mee te krijgen. Het zou Pijum geen goed van. Ik vind dat een heel slecht imago, want dan komt het dorp erop te staan of hier alleen maar met porno bezig zijn of iets dergelijks, weet ik veel. En dat vind ik heel slecht. Dan wordt hier in het dorp zulke leuke dingen allemaal gedaan.